Hey allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. In deze video heb ik mijn tweede aflevering al van bizarre make-up nog namaken. Deze keer ga ik me proberen om mijzelf helemaal te transformeren als man. Ik ben heel opnieuw of het me wel gaat lukken, dus laat me snel beginnen en heel veel kijkplezier. Ik ga jullie nu de foto laten zien die ik ga proberen na te maken. Als eerste ga ik concealer doen en ik gebruik gewoon Douglas in de kleur 1. Oh my god! Wat een kwastje echt. Zo in mijn oog. Concealer zit erop. Hier heb ik dus de contour. En volgens mij moet dat echt hier, want mannen hebben best wel brede neuzen. Ik heb eigenlijk nog best wel een brede neus, want de neus heb ik van mijn papa. Dat wordt zo gek om concealer op de neus te doen. Zeg maar een zwarte wenkbrauwen, maar dan ik heb geen zwart oogpot nodig. Dus ik doe het gewoon met oogschaduw. Dan doe ik gewoon met deze schuine kwastje. Mua. De contouring palette was trouwens al Essence. Oh, ik teken mijn wenkbrauwen nooit meer. Want ik vind het echt niet mooi bij mezelf. Oh, dat is zo lang geleden dat ik wenkbrauwen heb getekend. Dus ik kan het gewoon al echt niet meer. Dus ik doe hier contour. En dan doen ze met zo'n hele schuine kwast. Die heb ik gelukkig. Van Rio Techniques de Sculpting Brush. Ik heb dus deze met zo'n oogpotlood van Essence en deze was de Nipple Kylie Jenner Lip Kit van AliExpress. Dan ga ik hier echt een tikje zwart doen. En ik ben klaar. Ik vind het best wel goed gelukt. Dan ga ik even wel een put op doen. Oh my god! Dit is echt bizar. Hoe make-up nou niet meer kan doen. Zo, ik vind dat de make-up look wel twee dikke dames omhoog krijgt. Maar ik... Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als jullie dat vonden, doe dan even een dikke duim omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag!